We gaan het vandaag hebben over dromen. Dromen, visioenen. Joel die spreekt erover dat, dat de jongeren visioenen zullen krijgen en de ouderen zullen dromen, dromen. Nou, wat, jij? Wordt nog een beetje gedroomd? Ja, wordt het goed gedroomd? Goed zo. Ja, kijk, uiteindelijk is het mooi. Kijk, je hebt natuurlijk dromen, s'nachts dromen, maar je hebt ook dromen. Dat zijn dromen die je wilt, waar je naartoe gaat. Verlangens van je hart. Waar je naar gaat streven. Ligt een kaartje, ligt er op jullie stoel. En dan mag je straks, of gedurende de dienst, of wat je wil, mag je daar je dromen, je verlangens voor 2022, mag je daar opschrijven. En het is goed om te beseffen dat je, veel mensen gaan heel snel heel geestelijk denken. Dat is goed. Doe dat ook vooral. En het is ook goed om na te denken over andere facetten van het leven. Dus denk, ik heb altijd geleerd, ik heb 4 pilaren in het leven. Dat is geestelijk. Dat is je gezondheid, je welzijn. Dat is een andere pilaar. Je hebt dan je gezin, je familie. En je hebt je werk of school, dat soort dingen. Maar het is goed om voor alle stukken in je leven, die 4 pilaren, om daarover na te denken. Om op die manier na te denken over wat zijn de dingen die ik daarvoor nodig heb. Wat zijn de dingen die ik daarvoor wens in 2022. En misschien zijn er ook wel zaken van het afgelopen jaar die je hebt meegemaakt waarin je zegt van, die dingen wil ik niet voor 2022, daar wil ik afscheid van nemen. Als ik vooruit wil bewegen in de dingen van God, als ik echt in mijn bestemming wil komen, dan moet ik misschien wel dingen laten. En misschien zijn er ook wel dingen die je op kan schrijven. Ik zeg maar, oké, dat wil ik juist niet. Wat we willen doen aan het eind van deze dienst, is dat we de homegroepleiders naar voren willen vragen. En eigenlijk over iedereen zijn dromen en zijn doelen die hij heeft opgeschreven, dat daar gebed voor kan komen. Het is best wel grappig. Ik heb dit in de kerk waar ik jaren geleden terug in zat, daar deden we dit bij. En ik heb denk ik iets van 3 of 4 van die kaarten heb ik ingevuld. En alles wat ik daarop in heb gevuld is altijd uitgekomen. En het is gewoon interessant op het moment dat je een droom of een doel gaat stellen. Als je een visie maakt voor het aankomende jaar. En je gaat het najagen, je gaat het nastreven. Je schrijft het op, maar je schrijft niet alleen op. Je bent er actief mee. Je blijft het zeg maar in het oog houden. Dan moet je zien wat God ermee kan gaan doen. Dan moet je echt zien wat God ermee kan gaan doen. Want ik geloof dat God, die houdt ervan op het moment dat wij groot dromen, als wij groot denken. Als wij dingen gaan nastreven, als we dingen gaan nastreven voor onze God. En uiteindelijk als wij een droom en visioen hebben, het is een soort van een brandstof, ook om te gaan geloven, om dingen te gaan geloven voor God. Dan kunnen we als een brandstof kunnen we dat gaan inzetten. En het geloof, dat hebben we weer nodig om die dromen en visioenen en die doelen weer voor elkaar te krijgen in het geestelijke. Dat het weer echt gaat plaatsvinden. Dus het is een wisselwerking. Het werkt als een brandstof en je kan het gaan najagen. Je kan zeggen van oké, ik wil geestelijk groeien dit jaar. Oké, ik wil in mijn bestemming komen, in mijn roeping komen, wat het ook mag zijn. Of ik wil inderdaad weer gaan uitstappen. Ik wil vrijmoediger worden. In mijn werk wil ik een promotie, ik wil een nieuwe functie, ik wil iets anders, ik wil ander werk. In mijn gezin zou ik graag willen dat er weer eenheid komt, dat er herstel plaatsvindt. En wat moet daarvoor gebeuren? Dus er zijn dingen die we daarin mogen najagen, die we daarin mogen nastreven. Want ik heb ook gezien dat op het moment dat als we deze 4 pilaren hebben, dat als er eentje niet lekker staat, dan staat de rest vaak ook niet zo goed. En ik merk zeg maar sinds we nu leiding geven aan House of Miracles en dit nog niet zo heel erg lang doen, dat er bij ons thuis echt een aanval komt op onze thuissituatie. Dat is zeg maar waar de boze op ons op aanvalt. Als ik naar die 4 pilaren kijk, mijn werk valt allemaal reuze mee. Mijn welzijn valt ook al mee. Maar als je gaat kijken naar de thuissituatie, de kinderen en noem het allemaal op, dan zie ik daar gewoon dat het daar komt een aanval. Dus daar zit hij zeg maar te kloten. Maar dat geeft niet, want dat pakken we allemaal terug. Want we zijn meer dan een overwinnaar in hem. Maar het is, uiteindelijk is het zo, want op het moment dat je zeg maar 1 gedeelte van die 4 pilaren, als dat minder loopt, dan zien we vaak dat het de rest een beetje mee gaat hangen. Dus we moeten ervoor zorgen dat we in balans zijn. Dat is heel belangrijk. Alright. Ik ging dit voorbereiden, toen vond ik deze uitspraak die ik wel mooi vond. Als je niet droomt of een visie hebt, ben je eigenlijk een slaaf van de tegenwoordige tijd. Als je niet droomt of geen visie hebt, ben je eigenlijk een slaaf van de tegenwoordige tijd. Je zit echt vast met hier nu. Ik zie het heel veel bij vrienden van mij, of bij familie, die dan uiteindelijk niet met God leeft, die niet echt een doel stelt, die niet echt een verlangen hebt voor een jaar of iets waar ze naartoe kijken. Dat ze eigenlijk gewoon leven met huisje, boompje, beestje, voetbal, biertje
En dat gaat zomaar door. Vraag hoe gaat het? Ja, goed, weet je. Ik kan vorig jaar dezelfde vraag kunnen stellen. Ik kan het jaar erop dezelfde vraag stellen. En het antwoord blijft hetzelfde. Ja, gaat lekker. Baan is goed. Thuis oké. En het kabbelt maar door. Het kabbelt maar door. Maar wat willen we nou? Wat is ons verlangen nou? Waar worden we nou hongerig van? Waar worden we nou enthousiast van? We moeten dingen hebben in onze geest wat ons aanjaagt, ons aanwakkert. Wat willen we doen voor Koning Jezus? Waar willen we ons naar uitstrekken in 2022? Er moet iets zijn, moet een droom in ons wakker kunnen worden. En misschien zijn het al profetieën die je van vroeger hebt gekregen. Ik geloof heel erg, dat krijg ik ineens in mijn geest, ik geloof heel erg dat hier vanavond mensen zitten. Waarbij je oude profetieën hebt. Je profetieën heb je over je leven uitgesproken gekregen. Maar het is niet gekomen. Het is niet tot wasdom gekomen. En je ervaart het ook. Je ervaart ook in je ziet het in jezelf. Je bent erover teleurgesteld. Je vindt een... Als je erop terugkijkt, vind je het bijna vervelend. Dan denk je van, ja, gadver, ik heb het laten liggen. Maar geloof me, het is echt niet te laat. Die tijd van jou, die zit recht voor je neus. En die profetie, die staat nog als een huis. Maar het gaat om jou. Jij moet gaan zeggen van, ik ga er gewoon in staan en ik ga erin wandelen. God, die wacht wel op jou. Die is er helemaal klaar voor om met jou het samen aan te pakken. Maar wij kunnen niet blijven hangen in die teleurstelling. We moeten die profetie met beide handen weer op gaan pakken. En laten de geest van God laten we er gewoon weer leven in blazen. En dan komt die profetie komt tot leven en dan ga je er weer in wandelen. Dat wat je altijd hebt gedroomd, wat je altijd naar hebt gesnakt, wat je hebt verlangd. Dat bestaat nog steeds. Die profetie is niet dood. Ik vind het mooi om te zien. Bij Abraham. Abraham had ook een droom. Abraham had een verlangen. Die had een verlangen voor nageslacht. Die had een verlangen voor een kind. Nou, God kwam bij hem. 100 jaar oud. Vrouw liefst 90 jaar oud. En ze lachten God uit. Ze denken, dit wordt hem niet. Ja, ik snap het ergens wel. 100 jaar. Het werkt allemaal niet best meer. En ik denk, het moet er gebeuren. En zo lang de tijd gehad, God. En dan kom je op, als ik 100 jaar ben... En als mijn vrouw 90 is, en dan moet het allemaal nog gaan gebeuren. En dat vind ik zo mooi. God doet dat een beetje expres natuurlijk, want anders hebben we helemaal geen getuigenis in die Bijbel. Dus dit is natuurlijk een krachtig moment. Maar ze lachten erom, ze geloofden het niet. En waarom niet? Omdat wij zijn beperkt in ons denken. We denken heel natuurlijk. Wij denken niet in het onmogelijke, wij denken in het mogelijke. Ja, is niet logisch, kan bijna niet. Kijk naar mijn lichaam, dat is toch allemaal is moeilijk. Maar God denkt niet zo. En op een nacht, Abraham ligt te slapen en God maakt hem wakker. En die zegt tegen Abraham van, kom maar eens naar buiten, kom uit je tent. En zie wat ik voor je heb en zie wat ik voor je kan doen. En kijk eens naar de sterren van de hemel en het Midden-Oosten, dat zijn heldere nachten. Als je dan naar de hemel kijkt, die sterren die kun je heel goed zien. En het zijn geen klein beetje sterren, dat staat echt ramvol. En Abraham die kijkt naar die sterren en God zegt, dit is jouw nageslacht. Dit is jouw nageslacht. Dit is wat ik voor je heb. Ik heb niet één zoon voor je. Dit worden allemaal. Je wordt de vader van vele volken. En toen Abraham het zag, toen hij die sterren zag, zag hij als het ware allemaal van die gezichten van die kinderen. Dat hij dacht van, ja, in het, wauw. En hij pakte het. Hij pakte het in geloof. En er staat het op dat moment, dat Abraham op dat moment geloofde. En het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Op dat moment dat hij het zag, dat God het aan hem liet zien, wat eigenlijk wat God deed, was zeg, kom uit die tent, kom uit jouw beperkte denken, kom uit jouw menselijke brein, kom naar buiten. En hij trok hem als het ware naar het level van hem, hij trok hem als het ware naar het level van God, en hij zegt, dit is mijn, het is mijn omgeving, dit is mijn denkgebied, dit zijn mijn mogelijkheden. Jij denkt vanuit je tent, ik denk vanuit deze tent. En kijk eens wat er mogelijk is bij God, en God liet hem zien, dat dit is hoe God denkt. Hij denkt in het onmogelijke. Wij hebben een God van wonderen. Wij hebben niet voor niks House of Miracles. Onze God doet niet anders. Dit is wat hij doet. Dit is doorsnee business voor onze vader. Wonderen doen, wonderen doen, wonderen doen. Hij wil alleen maar doorgaan in de dingen die voor ons onmogelijk zijn. Er staat in Romeinen 4. Ga ik er even bij pakken. Had ik niet in mijn aantekening staan. Dan wordt het altijd spannend. Hè? Dan wordt het altijd goed. Eens even kijken hoor. Romeinen 4 vers 17. Er staat, zoals geschreven staat, ik heb u tot de vader van vele volken gemaakt. Dit was hij tegenover hem in wie hij geloofd heeft, namelijk God. Onze God die de doden levend maakt en de dingen die niet zijn, roept alsof zij er waren. Dat is wat onze God doet. Hij maakt de doden levend. Dat is niet heel common, dat doen we niet allemaal. Dat kunnen we wel doen trouwens.
Maar hij, en de dingen die niet zijn, roept hij alsof ze er waren. Dus er zijn dingen niet, maar hij roept ze en ze zijn er wel. Dat is wat onze God doet. Dus wij kunnen dingen niet zien in ons leven. Wij kunnen denken van, oké, als ik naar mijn toekomst zou kijken met een natuurlijk oog, dan zie ik niet die oplossing. Maar onze God roept dingen die er niet zijn, alsof ze er waren. Dus met onze God is die oplossing die er niet is, er toch. Want omdat wij met geloof activeren wij die oplossing van God. En plaatsen wij die in onze toekomst. En ineens is er perspectief. En ineens is er hoop. Want voor Adam was er niks. In het natuurlijke was er niks. Maar met God zijn alle dingen mogelijk. Amen. Amen. Alright, we gaan beginnen met de preek. Nee, we gaan naar Marcus 5. Marcus is altijd goed. Een beetje actie in de taxi met Marcus. Oké. Zijn we er? Prijs de Heer. Oké, we beginnen vanaf vers 24b, zeggen ze dan, hè? We doen hem helemaal, joh. Hè? We gaan helemaal los vanavond. En hij ging met hem mee, dat was met Iris, maar daar gaat het nu niet meer over. En een grote menigte volgde hem, volgde Jezus, en ze drongen tegen hem aan. En een zekere vrouw, die al 12 jaar bloedvloeiing had, en veel geleden had door het toedoen van veel dokters, en alles, iedereen zegt alles, en alles wat zij bezat, daaraan uitgegeven had en geen baat gevonden had, maar met wie het veel meer erger geworden was. Deze had van Jezus gehoord en kwam van achteraan de menigte in en raakte zijn bovenkleed aan. Want zij zei, als ik maar zijn kleren kan aanraken, zal ik gezond worden. En meteen droogde de bron van haar bloed op en merkte zij aan haar lichaam dat zij van de aandoening genezen was. En meteen toen Jezus bij zichzelf merkte dat de kracht van hem was uitgegaan, keerde hij zich om in de menigte en zei, wie heeft mijn kleren aangeraakt? En zijn discipelen zeiden tegen hem, u ziet dat de menigte tegen u opdringt, en toch zegt u dan, wie heeft mij aangeraakt? Maar hij keek om zich heen om haar te zien die dat gedaan had. En de vrouw die bevreesd was en beefde, omdat zij wist wat er met haar gebeurd was, kwam en wierp zich voor hem neer en vertelde hem de volle waarheid. Toen zei hij tegen haar, dochter, uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede en wees genezen van uw aandoening. Oké, we hebben hier dus een bloedvloeiende vrouw die last heeft van bloedvloeiingen. Je verwacht het niet. 12 jaar lang last van bloedvloeiingen. En als je de Levitische wet kent, en die kennen jullie natuurlijk allemaal, daarin staat heel duidelijk dat op het moment dat je last hebt van bloedvloeiingen, of je hebt last van het bevloeien van bloed, dan ben je onrein. Dan ben je onrein voor de wet, dan ben je onrein voor de mensen. Het werkt eigenlijk bijna een beetje als een melaatse. Je wordt onrein verklaard en je mag eigenlijk niet meer onder de mensen komen. Het is niet de bedoeling dat je onder de mensen komt, ook op het moment dat mensen jou dan zouden aanraken, dan zouden zij ook weer onrein zijn. Dus eigenlijk moet je in isolatie, in quarantaine. Dus dat is eigenlijk wat er gebeurt. Je moet in isolatie, je moet in quarantaine. Je mag niet onder de mensen komen. Dus als je deze vrouw ziet, die had niet alleen te maken met het ongemakken van het bloed vloeien, dat als je op een stoel zit, dat hij daarna rood is, dat hij in je bed ligt, dat hij daar onder de vlekken ligt. Dat is allemaal niet heel fijn. Daar had ze de last van. Ze had last van de pijn. Ze had last van het krachteloos worden van het lichaam. Want op het moment dat je veel bloed verliest, dan wordt je lichaam niet krachtiger op. Het wordt er niet sterker op. Ze had daar niet alleen last van. Ze had ook last van dat de mensen op haar neerkeken. Ze had daar last van dat mensen haar afwezen voor wie zij was. Ze was eigenlijk een tweederangs burger. Die hoort er eigenlijk niet bij. Want mensen willen je niet. Die zeggen van, je bent onrein, ga van me weg. Dus ze had niet alleen te maken met de pijn. Ze had niet alleen te maken met de schaamte. Maar ze had ook te maken met de afwijzing van de mensen. En ze was er hongerig naar, ze was er verlangend naar om er vanaf te komen. En er staat daar, hè, ze had veel geleden door toedoen van veel dokters. Kijk wat zij uiteindelijk deed. Ze had geld en ze dacht, ik ga het oplossen door naar doktoren te gaan, door naar specialisten te gaan, door naar experts te gaan. En elke keer als ze dat deed, ze ging naar zo'n dokter toe, ze ging naar zo'n specialist toe,
elke keer als ze dan haar geld gaf, dan lukte het toch weer niet. En dan zei de volgende, elk kwakzalver, die zei natuurlijk van, ja, maar ik heb de juiste medicatie, ik heb de juiste behandeling, ik heb de juiste oplossing. En elke keer als ze de geld gaf, gaf ze niet alleen het geld, maar ze gaf ook hoop. Hoop dat het zou lukken. Ze gaf ook geloof. Ik geloof dat deze keer het gaat lukken. Want die mensen zeiden tegen haar van, ja, nee, kom maar bij mij, ik heb wel de oplossing. En zij geeft dan kwak geld, maar krijgt er niks voor terug. Ja, teleurstelling. Heel veel teleurstelling. Zoals extreem teleurgesteld. Want elke keer als je zoiets gaat doen, en ze staat hier, als ze al haar geld daaraan uit had gegeven, aan al die doktoren en specialisten, dan geef je dus niet alleen op dat moment dat je zegt van, oké, ik geef mijn geld, maar je geeft ook je geloof, je geeft je hoop, je stelt je verlangen erop dat het deze keer zal doorbreken, maar elke keer was het een teleurstelling. En er staat ook in het woord dat het veel meer erger geworden was. Dus niet alleen als het verlangen dat het beter zou worden, ook de verwachting dat het beter zou worden, maar in tegenstelling werd het juist alleen maar erger. Het werd erger en erger en erger. En misschien kennen mensen dit wel. Dat je op het moment dat je veel inspanning levert en dat je ergens last van hebt in je leven. Je loopt tegen een berg aan te vechten en je hebt al je inspanning geleverd. Je hebt misschien wel je geld er tegenaan gegooid. Je hebt misschien wel je gebeden er tegenaan geslingerd. Je geloof en je hoop. Maar je ziet geen doorbraak. Sterker nog, je ziet dat je situatie verergerd is geworden. Je ziet dat je situatie verergerd is geworden. Dat kan. Dat deze vrouw last van. Ze was ontmoedigd. Ze was teleurgesteld. Misschien ook wel in de mensen. Kijk, we zien vandaag de dag dat veel mensen wel ontmoedigd raken na een slechte dag. Deze vrouw had een slecht decennium. Plus 2. Was 12 jaar liep ze hierbij. Wij hebben af en toe moeite. Ik heb echt een rotweek. Nou ja, zij is dat al 12 jaar. Dus dat valt allemaal wel mee, is perspectief. Het ding is, wat ik wel mooi vind hieraan, is dat op het moment dat je gaat kijken, staat in het woord, maar ze had gehoord van Jezus. Ze had gehoord van Jezus. En ik vind het zo mooi dat 12 jaar lang al het geld eraan spenderen, teleurstelling na teleurstelling na teleurstelling, maar ze had gehoord van Jezus. Joh, als ik die vrouw was, dan dacht ik van, nou, dat is gewoon weer een andere teleurstelling. Dat is gewoon weer een andere moment dat ik misschien mijn hoop ergens op heb, mijn geloof ergens op heb, maar het breekt niet door. Maar ze had gehoord van Jezus en ik hou van haar geloof. Ik hou van haar geloof. Ze zegt tegen haarzelf, als ik hem aanraak, dan zal ik gezond worden. Ze heeft niet alleen gehoord van Jezus, ze heeft gehoord van een man die daar rondloopt, die wonderen doet, die demonen uitdrijft, waarvan mensen zeggen van, het is wellicht de Messias. En zij heeft ervan gehoord en het bouwt geloof in haar hart. Dus ze krijgt geloof en geloof en geloof en dat gaat bouwen. En op dat moment spreekt ze tegen zichzelf uit. Ze zegt, als ik maar zijn kleren kan aanraken, dan zal ik gezond worden. En ik geloof dat ze, net als Abraham, het misschien niet alleen heeft gesproken, maar het ook heeft gezien. Dat ze het in de geest heeft gezien. Dat ze dacht van, oké, als ik hem gewoon kan aanraken, als ik hem gewoon kan aanraken, misschien zo'n van zijn kleed. Het zou voldoende moeten zijn. Het zou genoeg moeten zijn. Om, hij draagt die kracht. Hij is toch die Messias, als ik hem kan aanraken, zal ik dan gezond worden. Zij zei tegen zichzelf, als ik maar zijn kleren kan aanraken, ik zal gezond worden. Daar zit geen hoop in, dat is geen grijntje van wellicht. En misschien als hij de handen mij oplegt in een speciaal gebed bidt, als ik hem kan aanraken. Er zit een honger in, een verlangen in, een volhardenheid in, maar ook in een groot geloof. Er zit een groot geloof in. Als ik hem kan aanraken, zal ik gezond worden. Het is een geloof. En ik vind het fascinerend hoe zij ermee omgaat. Dus als je gaat kijken naar haar, dat je ziet dat die teleurstelling haar nog steeds niet kapot had gekregen. Dat ze nog steeds dat geloof heeft behouden. En ik hoop dat als je hier vandaag zit en teleurstelling hebt meegemaakt in je leven, dat je nog steeds tegen jezelf kan zeggen, er is nog steeds ruimte voor geloof. Er is nog steeds ruimte om geloof toe te laten in dat aspect van mijn leven. Ik kan nog steeds zeggen, ik geloof dat God dit fixt. Dat stukje ruimte moet er altijd zijn. En zij had dat. Ik vind het fascinerend hoe ze dat doet. Dat ze zegt van, ik had van hem gehoord. Ik ben het gaan spreken. En ik ben toch gaan handelen. Dat is hoe het gaat. Want het geloof komt door het horen. En het horen van het woord van God. Dus geloof wordt op die manier gebouwd in onszelf. Wij horen dat. Zij krijgt constant die verhalen, die getuigenissen die wij hier vandaag delen. Ze hoort zo'n getuigenis. En het geloof wordt gebouwd. Vervolgens gaat zij spreken dat geloof. En ze spreekt als het ware dat geloof in aanzijn. En vervolgens zegt zij van, ik zal gaan. Ik zal opgaan, ik zal naar hem toe gaan, ik zal dat gaan doen. En dan ga je handelen. Je moet het
Je moet het horen, je moet het spreken en dan moet je gaan handelen. Als je het bij horen en spreken houdt, gebeurt er niks. Dat is net wat we aan het begin ook zeiden. Geloof zonder werken is dood. Als ik zeg dat ik ergens in geloof, maar ik handel er niet naar, geloof ik het dan wel echt. Dus we moeten daarna handelen, we moeten dan dingen gaan doen. Dus als we geloof op God gaan zetten. Als jij vandaag iets hebt en je hebt wat nodig van God, een droom of een verlangen, of er moet nieuw leven in, wat ga je dan doen? Wat is dan de handeling die je plaatst? Wat is dan hoe ga je je geloof ervoor bouwen? Kijk, in die tijd moet je je voorstellen, om bij Jezus te komen was nog niet eens makkelijk. Het was niet dat er 5 mensen omheen stonden of zo. Het waren echt honderden, misschien wel duizenden mensen die om Jezus Christus heen dronden. Het waren echt, hij was populair. Hij was populair, man. Hij genas de zieken. Hij dreef demonen uit. En mensen dachten van, oké, misschien is dit wel de Messias. Dus overal waar Jezus kwam was het volle bak. Heel veel volk. Maar zij dacht van, ik ga er gewoon op af. Ik ga naar hem toe. En kijk, de ziek had hij waarschijnlijk uitgeput, zwak gemaakt. Maar ze had een hoop en een geloof. En bovenal een volhardendheid en een doorzettingsvermogen. En ik denk dat we daar vaak nog wel wat van kunnen leren. En we zijn vaak vrij snel om toch het erbij neer te leggen. We denken van ja, zou God het nou echt willen? Maar zij, ondanks die menigte, drukt zij zichzelf door die menigte heen. Ze drukt zichzelf als het ware door die mensenmassa heen. En je kan zeggen dat ze zichzelf misschien door afwijzing heen drukt. Door teleurstelling heen drukt. Ze drukt zichzelf als het ware door negatieve emoties heen. Misschien een toekomstige nieuwe teleurstelling. Ze drukt zichzelf er doorheen. Ze drukt zichzelf door die mensenmassa heen. Als het ware door teleurstelling, door emoties, noem het maar op. En mijn vraag is dan vandaag ook aan jou. Waar moet jij doorheen om bij Jezus terecht te komen? Wat zijn jouw dingen? Wat zijn jouw obstakels waar je doorheen moet om bij Jezus terecht te komen? En vraag 2 is dan, heb je er ook een geloof voor? Dat Jezus Christus kan gaan doen wat hij moet doen in jouw leven. Kijk, dingen waar we net ook over spraken is, dat als je dingen wil, een wonder wil in je leven, houd dan rekening met de geestelijke wetten die er zijn. Er zijn geestelijke wetten in plaats die ervoor zorgen dat we kunnen krijgen wat we willen krijgen. Dat klinkt misschien bijna name it, claim it, maar zo bedoel ik het niet. Maar als God geestelijke wetten maakt, maakt hij dingen niet voor niks. Wij denken heel vaak van, oh, wees dan toch met innerlijke ontferming over mijn situatie bewogen. En God vraagt geloof. En zo is het wel. Dan ga je kijken naar bijvoorbeeld, je zegt, ik heb een wonder nodig in mijn familie. Nou, ben jij dan degene die de eerste stap zet om je trots opzij te zetten en je zegt van, oké, ik vergeef jou of vergeef mij. En dat zijn stappen die soms gezet moeten worden, want er staat in het woord van God dat er dan genezing kan komen. Maar wij zijn vaak niet in staat om die stap te zetten. Want dat is eigenlijk een beetje trots, een beetje hoogmoed. Maar daar moeten we dan dus vanaf. Dat is dan dus hetgene waar wij doorheen moeten drukken. Dat we zeggen van, ik geef mijn eigen eer, mijn eigen trots, leg ik aan de kant. Zodat er wel herstel kan komen in mijn familie. Of misschien wat ik net al zei, heb je een financieel wonder nodig. Ga zaaien in het koninkrijk van God en verwacht een oogst. Maar doe dingen met geloof. Of op het moment dat je last hebt van je lichaam. Dat je lichaam niet functioneert zoals het moet. Ga op de belofte van God staan. En sta in geloof. Spreek het. Zie het en geloof het. Uiteindelijk was het onderwijs aan het voorbereiden. Toen kwam ik Johnny Cho tegen. Dus een beste meneer uit Azië. Dat kan je verwachten. En die had de grootste, of die had de grootste kerk, want hij is inmiddels overleden. Maar zijn kerk had 850.000 mensen erin. Dat is best wel wat. Dat lijkt me wat, hè? En dan pastoraat gaan doen. Nou, hè? Burnoutje ligt om de hoek, hoor. Maar hij had het heel goed ingericht, allemaal zelfgroepen, noem het dan maar op. Het is echt heel tof. Ook gewoon een huisgroepachtig model. Heel gaaf. Maar hij heeft zo'n enorm grote kerk gekregen, omdat hij het ding van geloof zo goed snapte. Hij snapte hoe geloof werkte. En hoe hij geloof uitlegt is wel interessant. Wat hij daarover zei is over geloof. Op het moment dat je, want wij haken vaak af bij, we hopen ergens voor. We hopen dat het goed gaat komen. Ik probeer het eventjes als het niet werkt, ja. Maar geloof, hij zegt van op het moment dat je gaat geloven is, het is als een zwangerschap. Je gaat ervoor bidden, En op den duur, dan krijg je het als het ware, krijg je het in je geest geboren. En dan is het, kijk, God zit niet hier in de tijd. God zit niet hier in dit universum. Hij zit daar buiten.
die is niet gebonden aan onze tijd, onze tijddingen, noem het allemaal op. Hij ligt daar gewoon buiten. Dus op het moment dat wij iets nodig hebben en wij bidden daarvoor, kan God dat geven. Dat is die Romeinen tekst die ik net zei. Hij kan dingen aan zijn roepen die er nog niet zijn. Uiteindelijk als wij gaan bidden en we weten zeker, maar ook echt 100% zeker dat we het hebben ontvangen in onze geest, dan is daar iets in geboren. Hij zei, ik ben zwanger geweest van een fiets, ik ben zwanger geweest van een bureaustoel, ik ben zwanger geweest van... Hij zegt, die dingen die heb ik voor gebeden, die werd geboren in mijn geest. Het werd hierin geboren. En ik heb dat met me meegedragen, net zolang dat het natuurlijke voor mijn neus lag. Als een vrouw zwanger is, dan kan je tegen haar zeggen van, ja, maar ik zie het niet, dus het is er niet. Dat is flauwekul, het is er wel. Het is er wel, maar we zien het niet. Maar uiteindelijk is het er al wel. Dus zo werkt geloof. We bidden dat we het zeker weten, we weten 100% zeker dat het er is. En op dat moment dat wij het 100% zeker weten, dan wachten we gewoon op het manifesteren in het natuurlijke. En dat is hoe het zit. Maar daar zit wel een bepaalde volhardendheid in. Daar zit wel een bepaald doorzettingsvermogen in. Want wij zijn zo natuurlijk ingesteld. Ja, ik zie het nog steeds niet. Ik heb er al voor gebeden. Vorig jaar heb ik ook al voor gebeden. Dat is niet gekomen. En vervolgens wat we eigenlijk aan het doen zijn, is een soort van twijfel wat we eigenlijk aan het saaien zijn in onszelf. En een soort cynisme wat ervoor zorgt uiteindelijk dat het geloof volledig wordt weggenomen. Kijk, uiteindelijk gaat het erom dat we geloof hebben voor het wonder wat we verlangen. We hebben de focus op dromen en visioenen dit jaar. Wat is het wat jij graag wil ontvangen? En hoe wil je dat gaan ontvangen? Dan ga je kijken naar het geloof wat deze vrouw had. Deze vrouw had geloof. Zij ging door de menigte heen en raakte Jezus aan. En er staat, meteen droogde de bron van haar bloed op. Dus uiteindelijk zie je gelijk dat op het moment dat zij de handeling deed, in geloof, dat ze gelijk haar wonder ontving. Ze ontving gelijk haar wonder. En dat is een groot geloof wat ze hier heeft. Dat is een geloof dat je kan vergelijken met het geloof van Abraham. Wat dacht van, ja, ik ben 100 jaar oud, mijn vrouw is 90 jaar oud, ga ik ooit nog een kind ontvangen? Dat is het geloof van Joshua en Caleb. Die zagen als verspieden, zagen het beloofde land. En iedereen kwam terug met een slecht rapport, behalve zij. Want ze zagen niet met menselijke ogen, maar ze zagen met geestelijke ogen. Ze zagen, dit is onze God die dit kan doen. Het is het geloof van Jacob, die vlak voordat hij zijn naam veranderd kreeg naar Israël, worstelde met God. En God zei, laat mij gaan. En hij zegt, ik laat je niet gaan voordat jij mij zegent. En dat vind ik zo'n mooi stuk, omdat je daarin ziet, volhardendheid. Dat is iets echt, jongens, daar moeten we echt van leren. Want volhardendheid in geloof, dat is het moeilijkste facet. Hoeveel mensen denk ik dat hier zouden zitten, die misschien op de valreep zaten voor doorbraak, maar die dan zijn gestopt met geloven. Ik geloof dat we dat allemaal gerust wel hebben meegemaakt. Al ga je kijken naar Daniel. Die bad en 21 dagen later stond de engel voor zijn neus. En die zei, ik kon niet eerder komen omdat de prins van Persia mij tegenhield. De duivel zelf hield hem tegen om te komen waar hij moest gaan. Maar het gebed van Daniel stopte niet, hij bad onophoudelijk tot God. Wat voor geestelijke strijd omringt ons wonder? Dat kan er zijn. En dat kunnen we niet weten. Soms is het moeilijk, want soms kunnen we niet specifiek zien wat er is. Soms is het heel helder. We hebben een berg, we spreken tegen die berg. En we gebieden hem om te wijken. We pakken daar ons geloof voor op. Maar soms is het lastiger en dan hebben we gewoon volhardendheid nodig. Dan hebben we gewoon volhardendheid nodig zoals Daniel. Die zegt van ik stop daar niet in. Ik blijf gewoon onophoudelijk doorbidden. Uiteindelijk al ga je kijken naar Romeinen 12 vers 3. Er staat dat iedereen een mate van geloof heeft ontvangen. Iedereen heeft een bepaalde mate van geloof. Het is de bedoeling dat wij die mate van geloof gaan gebruiken. Je ziet ook in het woord van God dat heel veel wonderen heel verschillend zijn. Ik vroeg me dat altijd wel eens af. Waarom zijn al die wonderen nou zo anders? Waarom een of andere soepje op de ogen voor de een? En waarom gewoon een enkel woord voor de ander? Maar iedereen heeft een mate van geloof. Al ga je kijken naar de hoofdman, die had een groot geloof, zei hij. Hij zegt van, joh, je moet gewoon een enkel woord spreken, dan zal mijn knecht genezen. En uiteindelijk hebben we allemaal een bepaalde mate van geloof, maar het gaat erom dat Jezus Christus komt onze mate van geloof tegemoet. Want dat zie je in elk verhaal, zie je uiteindelijk dat hij dat geloof tegemoet komt. Als de ene een papje nodig heeft voor het oog, dan maakt hij een papje. Als de ene een enkel woord nodig heeft, dan doet hij een enkel woord. Als de vrouw zegt, voor mijn dochter, mag ik ook eten van het brood van de kinderen? Dan zegt Jezus Christus, sorry, het brood van de kinderen is niet voor de honden. Noem je eigenlijk een hond. Maar zij zegt, maar dat honden eten ook van de kruimels. En
dan zegt hij, groot is je geloof. Hier zie je ook volhardendheid. We hebben dat volhardendheid nodig. Eigenlijk wordt ze afgewezen door Jezus. Maar zij blijft vasthouden. Ze blijft als het ware gewoon nog aan zijn zoon van zijn kleed trekken. En zegt, nee, ik laat je niet los voordat jij mij zegent. En die houding hebben we nodig. Oké. Het is gewoon belangrijk dat we beseffen dat de beloftes van God ja en amen zijn. Kijk, ik vind het zo fascinerend dat op het moment de mensen in het Oude Testament, die kregen dan een belofte. Bijvoorbeeld Abraham kreeg een belofte en die bleef daarin staan. Die kreeg een belofte. En natuurlijk ging het op een bijzondere wijze, dat begrijp ik wel. Maar wij hebben een hele Bijbel vol met beloftes voor ons. Hele Bijbel vol. We hebben nog veel meer beloftes gekregen dan die belofte van Abraham. Nog veel meer. Abraham's belofte is ook gewoon onze belofte. De zegen van Abraham is ons deel. Wij hebben die belofte ook gekregen. Maar wij zijn soms zo passief voor wat we hebben gehad. We hebben de belofte van God. Dus het woord van God zit helemaal vol met de beloftes. Allemaal beloftes gekregen. En soms zijn we ook zo op zoek. Nou, ik hoop een woord voor 2022. Misschien dat de profeet nog in mijn leven wil spreken. Zit er op met die profeet. Het woord van God. Beloftes. All over the place. En we moeten erin gaan staan. We moeten erop gaan staan. We moeten geloof hebben dat het geactiveerd wordt in je leven. Het zit bomvol met beloftes. In het Oude Testament keek ze hier rijk als naar uit, staat er in het woord van God. De profeten en de mensen uit het Oude Testament keken rijk als uit naar deze tijd die wij beleven. Wij beleven deze tijd met de geest van ons in ons. We zijn een aarde kruip met een schat erin. En die schat erin, die moet tot ontplooiing komen. Die moet ontploffen in ons binnenste man. We hebben de beloftes van het woord van God en we erop gaan staan. Als mensen gaan staan, de beloftes die we gekregen van God, hoe zou de wereld er dan nu uitzien? Nou, niet zo armetierig hoor. En dan zouden we zelf ook niet zo karig rondlopen. We hebben het woord van God. We moeten erop gaan staan. We moeten in geloof ernaar gaan handelen. Uiteindelijk, als we een teleurstelling hebben. Of we hebben dingen meegemaakt in ons leven. We moeten gewoon Jezus Christus gaan vastgrijpen vanavond. Vanavond kan het allemaal anders zijn. Zo is het wel. Het is heel simpel. Onze God is een God van het onmogelijke. En je kan gaan zeggen van ja, mijn probleem is een groot probleem. Mooi, onze God is veel groter. Dus wat is je probleem? Je probleem is niks ten opzichte van God. 100 jaar oud, 90 jaar oud, een kind. En niet één kind, sterren van de hemel vol. Amen. Dus uiteindelijk moet ons gaan uitstrekken. En we moeten groter gaan denken, we moeten groter durven dromen. Dus die briefjes die moeten volstaan met grote dromen. Waarvan we denken van, oké, kan ik dit wel maken? Ja, je kan het maken. Want weet je waarom? Omdat God het kan doen. God wil het doen. God is op zoek naar dromers die dromen, het onmogelijke dromen. Die dromen voor zichzelf. Ik kan het eigenlijk haast niet opschrijven. Het is net te gek. Ja, doe het. Want God wil het. God daagt je uit vandaag. Om te zeggen van, oké, ik ga een grote droom opschrijven. Ik ga een groot verlangen opschrijven. Ik ga gewoon groot dromen dit jaar. Waarom niet, joh? Waarom niet? In Efeze 3, vers 20 staat er. Hem nu, die bij macht is te doen, ver boven alles wat wij bidden of denken. Hem nu, die bij macht is te doen, ver boven alles wat wij bidden of denken. In het Engels staat er, now to him who is able to do immeasurably more than all we think or imagine. Hij doet zoveel meer. En dan staat er ook, our God is willing and able. Hij is niet alleen bij machten, hij wil het niet alleen, hij kan het ook. Amen. Hij kan het ook. Hij kan veel meer doen. Hij wil veel meer doen. Hem nu die bij macht is te doen, ver boven alles wat wij bidden of denken. Ik vind dat zo'n mooie tekst. Wij zijn aan het bidden en hij denkt, wat denk je klein? Denk groter, bid groter. Ik heb veel grotere plannen voor je. Alright. Ik wil je gewoon aanmoedigen vandaag om groter te denken, om groter te dromen. Om het echt voor je te gaan zien ook. Wees zoals Abraham, wees zoals deze vrouw. En probeer je wonder voor je te gaan zien. Probeer het in te denken. Wat nou als ik gezond was? Wat nou als mijn been het wel goed deed? Ga het voor je zien. Ga het voor je zien. Kijk, God ziet jou niet meer ziek. Jij denkt zelf dat je ziek bent. Je bent niet ziek. Je leeft niet door gevoel. Je leeft door geloof. God ziet jou niet meer ziek. Je moet jezelf ook niet meer zo zien. Ga zien dat je het niet bent. Ga het uitspreken. Ga eraan handelen. Ik geloof dat er kracht in zit. Ik geloof echt dat er kracht in zit.